Beste studenten, welkom bij het tweede college van DEF. En dit college gaat over fabricagetechnieken. We hebben afgelopen woensdag in de eerste ontwerpopdracht, maar ook al in de kick-off opdracht, hebben we de stappen van de ontwerpcyclus doorlopen. En dan zei ik aan het eind, oké, ga het nu maar maken. En daar zit natuurlijk een cruciaal stukje skills wat je hebben moet om een ontwerp wat alleen nog maar op papier bestaat, om dat daadwerkelijk te kunnen maken in de echte wereld. Dan moet je weten hoe je met materialen omgaat. Dan moet je weten hoe je met gereedschappen omgaat. We hebben tijdens de kick-off dag nog even gekeken naar die poster met 50 verschillende gereedschappen. En de reden dat ik wil dat jullie met zoveel mogelijk gereedschappen leren werken, is niet omdat ik verwacht dat je die allemaal gaat toepassen. Maar vanuit een ontwerpoogpunt betekent als je weet wat er in de wereld bestaat en vooral wat daarmee kan, dat je in je synthesefase makkelijker ideeën maakt. Als jij weet wat er met een 3D-printer kan, kan je in je synthesefase van een probleem makkelijker zeggen, oh, dan kan ik een 3D-printer gebruiken om dit, dit en dit ook nog als oplossing te doen. Dus als je veel fabricagetechnieken kent, heb je meer opties in je ontwerpproces. Er is nog een goede reden waarom je veel fabricagetechnieken moet kennen en eigenlijk ook een keer geprobeerd moet hebben. Als je straks als ingenieur in een onderzoeksbureau, in een instituut, in een groot bedrijf aan de gang gaat, dan is de kans heel groot dat je niet meer zelf degene bent die dingen gaat fabriceren. Misschien ben je leidinggevende van een groep techneuten. Misschien ben je ingenieur die iets ontwerpt en bedenkt en tegen techneuten zegt, nou ga dit maar maken. En dan helpt het gigantisch als je weet wat je van mensen vraagt. In mijn geval, ik heb ongeveer een paar weken geleden aan de techneut Diederik bij ons gevraagd, kan je even 300 van die draadjes, aan de ene kant een breadboard eindeinde, aan de andere kant een paperclip, even vastsolderen. En omdat ik zelf wel eens een soldeerbout in mijn handen gehad heb, weet ik wat ik van Diederik vraag. En het maakt je leven heel veel makkelijker als je met technische mensen in het bedrijf samen kan overleggen, terwijl je hun wereld begrijpt. Nou, dat zijn twee heel belangrijke redenen waarom ik wil dat jullie met veel fabricagetechnieken in aanraking komen en dus waarom ze in Design Engineering voor Fysici in een college behandeld worden. In DEF ga je natuurlijk ook zelf met die fabricagetechniek aan de gang. In de opdrachten ga je zelf dingen maken, dus dan is het handig dat je weet hoe dat kan. En in de eindopdracht ga je helemaal zelf verzinnen wat je wil gaan maken en het dan uitvoeren. En dan is het dus handig als je weet wat er allemaal kan. Bij de eindopdracht hebben we de Makerspace van Technische Natuurkunde, die vorig jaar geopend is, tot onze beschikking. Daar kunnen jullie aan de slag. En zelfs met coronamaatregelen kunnen er een beperkt aantal studenten daar aan de slag. Verleden jaar hebben we tijdens de lockdown de mogelijkheid gehad dat studenten een tijdslot boekten om aan de slag te gaan. In die Makerspace hebben we 3D-printers staan, een lasersnijder, soldeeromgevingen, een gereedschapswand, lijkt een beetje op deze, maar is netter. En daar kan je dan aan de slag om de daadwerkelijke opstelling die je ontworpen hebt te bouwen. De Makerspace heeft zijn eigen Brightspace pagina en daar worden jullie vandaag aan toegevoegd. Kijk daar rustig eens rond, dan weet je wat er kan. En daar staan ook de handleidingen van alle gereedschappen en wat moeilijkere apparaten die daar beschikbaar zijn. Vandaag gaan we naar drie fabricatietechnieken kijken. Ik heb drie video's klaargezet. Twee daarvan zijn gewoon video's van internet van andere mensen die dat uitleggen. Er zijn op internet zoveel video's te vinden van makers die uitleggen hoe dingen werken. Sommigen doen dat vanuit een bedrijf en dan hopen ze dat je bij ze terechtkomt. Sommigen doen dat vanuit passie, sommigen doen dat vanuit onderwijs. Ik heb er twee gevonden. Eén over 3D-printen en één over lasersnijden. Die heel goed zijn en die een goede eerste indruk geven van wat er met die technieken kan. Een derde video heb ik zelf opgenomen en die gaat over solderen. Hoe werkt solderen? Wat kan je daar doen? En wat ik daaraan toegevoegd heb is, hoe kan je als je nou thuis geen soldeerbout hebt, toch schakelingetjes maken die goed elektrisch contact maken. Ten slotte is er één opdracht, de allerlaatste, waarin ik de opdracht voor vandaag uitleg. Jullie gaan zelf een lasersnijbestand maken, wat we ook daadwerkelijk gaan snijden en naar jullie op gaan sturen. In die laatste video leg ik uit wat die opdracht is. Die opdracht moet je vandaag voor 12:30 afronden, want dan gaan we ze printen. De resultaten daarvan heb je in de vierde ontwerpopdracht nodig. Dus het is echt belangrijk dat je die opdracht goed doet. Ga rustig de video's van de drie fabricagetechnieken kijken. Kijk daarna de video van de opdracht. Ga lekker de opdracht maken en lever die voor 12:30 in. Op Teams is er ondersteuning van TA's en mij tot 12:30. Dus als je vragen hebt, benader ons dan op Teams. Heel veel plezier vandaag met het college fabricage en met het maken van de opdracht om zelf een lasersnijbestand te maken.